ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn in 2018 gestart met het NABO-programma. NABO staat voor niet actief beveiligde overwegen. Oftewel, deze overwegen worden niet afgesloten door middel van slagbomen. Vanwege de veiligheid moeten deze spoorwegovergangen zo snel mogelijk verdwijnen. Maar in de regio van Nijmegen ligt er nog steeds één. Het NABO-programma moet ervoor zorgen dat alle 180 openbare NABO's voor 2027 worden aangepakt. En dat lukt aardig. Inmiddels zijn er nog maar 28 onbewaakte overgangen, waar deze in Valburg er één van is. De onbewaakte overgangen worden op verschillende manieren aangepakt. De overgangen worden beveiligd of opgeheven door een spoortrap of voetgangerstunnel aan te leggen. Hier in Valburg is gekozen voor een parallelweg langs het spoor. De overweg zou eigenlijk al eind vorig jaar opgeheven moeten worden, maar voorlopig ligt de alternatieve weg er nog niet. Volgens de bewoners is de verwachting nu dat in november de overgang definitief dichtgaat. Gemeente Overbetuwe laat het volgende weten. De spoorwegovergang Zeegstraat in Valburg is een particuliere onbewaakte spoorwegovergang. In opdracht van de spoorwegbeheerder is ProRail gestart met het proces om de overgang te sluiten. Hiervoor is het nodig dat er een alternatieve route wordt aangelegd om de woning te bereiken die nu alleen via de overweg te bereiken is. Daarvoor is ProRail met de omliggende grondeigenaren in gesprek om tot een alternatief te komen. De gemeente Overbetuwe is met ProRail in gesprek over het beheer en onderhoud van de nog aan te leggen alternatieve route. ProRail laat weten dat deze onbewaakte overweg nog dit jaar gesloten wordt. In plaats van de overweg komt er een nieuwe weg via de Broekstraat. De bewoners laten weten dat er gelukkig nooit ongelukken gebeuren, maar wel zien ze regelmatig dat het bijna misgaat. De overweg is privéterrein, maar fietsers en brommers zien het vaak over het hoofd en steken het spoor over. In enkele gevallen gaat het dan bijna mis, aldus de bewoners. De exacte planning is nog niet bekend. De onderhandelingen met alle betrokken partijen zijn namelijk nog niet afgerond. Om in de tussentijd ongelukken te voorkomen, zijn er waarschuwingsborden geplaatst.